En voorstellen even het panel, maar één van de personen geeft op elk van die stellingen een pitch. En een korte pitch, daar wordt een korte reactie op gegeven. Dan wordt er heel kort even een discussie gevoerd hier bij deze panelleden. En vervolgens dan gooi ik die microfoon naar degene die behoefte heeft om daarop te reageren vanuit de zaal. Je hebt mensen die overwinnen en je hebt mensen voor je winnen. En als je mensen voor je wint, dan krijg je gelijk. Je hoeft het niet te hebben. Een debatwinnaar heeft niet altijd gelijk. Maar het debat gaat over wie krijgt er nou gelijk. Wie wint de meeste mensen voor zich. Mensen zijn geneigd om te beginnen met de feiten. Er is een boek over geschreven, dat heet The Political Brain. En dat gaat erover als politicus, hoe overtuig je nou mensen? Zo min mogelijk feiten en zo veel mogelijk emotie. Het is heel belangrijk in een debat een vraag stellen. Niet zeggen, jij zegt dat gezondheid van die en die is, maar ik ben het niet mee eens. Nee, jij werpt de vraag op jou, van wie is gezondheid eigenlijk? En om wie draait die? Ik vertaal het even vrij. Ik hoop dat ik het goed doe. Van wie is die gezondheid, die is van die patiënt? Oké, begin daar dan mee. Super sterk. Dan ga je weer helemaal terug naar de kern. Mijn stelling is dat een kernprobleem van de positieve gezondheid in de context van de publieke gezondheid is dat er hierin wordt uitgegaan van een opvatting van zelfmanagement die veronderstelt dat dit leidt tot gezondheid. Terwijl er echter veel vormen van zelfmanagement te bedenken zijn die de fysieke gezondheid schaden en daarmee juist tegen de doelstelling van de publieke gezondheidszorg. Ik denk juist dat als je kijkt naar de oudere definitie van gezondheid, die kijkt veel meer naar de secte aanwezigheid van ziekte of niet-ziekte. In jouw voorbeeld over roken zou dat kunnen betekenen of iemand longkanker heeft of niet. Als je kijkt naar het begrip van positieve gezondheid, kijkt die veel breder van hoe is het nou met die persoon. Dus die kijkt niet alleen maar sec naar van heeft die persoon longkanker of niet, rookt die wel of niet. Maar er zitten veel meer dimensies in dat begrip dan alleen maar die smalle benadering van gezondheid. Volgens mij is dat op dit moment niet zo en dat komt omdat voor een meetbaar begrip heb je heldere afbakening nodig, een duidelijke definitie, een helder begrip over waar je het eigenlijk over hebt. En in tegenstelling tot wat we hier tot nu toe gehoord hebben, is gezondheid niet alleen maar in 1948 door de WHO gedefinieerd. Het is een onderwerp waar medisch sociologen, medisch psychologen en vele andere, ook artsen en andere gezondheidswetenschappers, zich al jaren mee bezighouden. Dus niks nieuws. Goed, aardig, maar mijn ervaring is, ik werk in Maastricht, daar hebben we buurtgesprekken. En als ik het dan met mensen over hun gezondheid heb en iets vertel over positieve gezondheid, dan zeggen ze, ja, ik snap waar het over gaat. Ik begrijp waar dit, het gaat over mij, het gaat over mijn leven, het gaat om de tegenslagen die ik tegenkom, het gaat om de positieve krachten, factoren die mij er weer bovenop helpen. De gezondheid gaat altijd over jezelf. Het general concept van gezondheid kent diverse voordelen. Het is sympathiek, want het heeft het beste voor met mensen in hun leven. Het stelt de patiënt centraal. Het past bij zorgprofessionals en is voor hen zeer herkenbaar. Vrijwel iedereen kan zich erin vinden. Maar er zijn ook nadelen. Het is niet discriminerend. Vergelijk bijvoorbeeld de precieze diagnose bij ongezondheid. Het mixt ongezondheid en gezondheid. Het verwart oorzaken en gevolgen. Daardoor kan het niet duidelijk maken wat werkt en wat niet werkt. Het sluit prioritering uit en daardoor bedreigt het solidariteit. Hartstikke mooi, onbestuurbaar. Dan wordt het chaos, kansen voor iedereen. Wat ik hier hoor, gaat nog over oud denken. Organisaties beschermen, het gaat over mensen. Moeten die terug naar waar we vandaan komen, samenleven. Tot slot, ik ben heel bewust begonnen met die omslag waar we in zitten. En ik denk inderdaad dat wil je gezondheid hebben. Kijk, in ziekte is alles gedefinieerd. In gezondheid is het homeostase. Dat is niet te pakken, dat is voortdurend een evenwichtssituatie. Dus moeten we anders leren denken.